Staatsoliemaatschappij Suriname NV heeft een veiligheidszone vastgesteld rond het Stuwmeer. Alle activiteiten in deze zone zijn verboden. Alle vergunningen die zijn uitgegeven binnen deze zone zullen worden ingetrokken. Voor mensen die in de veiligheidszone vallen, zullen andere woningen ter beschikking worden gesteld. Deze maatregelen zullen bij staatsbesluit worden vastgesteld. Deze informatie over de veiligheidszone komt nadat in de media melding werd gemaakt van een dreigende onbeheersbare situatie op de bufferzone van het Stuwmeer. Via de media gaf Eddie Frenkel, directeur van de powerplant Afobakka, aan dat er toestemming is verleend aan een ondernemer om heel dicht bij de voet van de Hoofddam een brandstofstation op te zetten. Door de goudwinning in het gebied zijn er tal van onderkomens herrezen in de zone. DC Mendelzoon van Brokkepondo gaf in gesprek met de Nieuwsdienst aan dat hij inderdaad op de hoogte is gesteld van de perikelen in het Stuwmeergebied. Hij is vanaf vorig jaar begonnen met zijn eigen onderzoek naar de aanwezigheid van ondernemers in het bedoelde gebied. Op 6 april 2022 heb ik weer mijn mensen gestuurd naar het gebied, zeg maar naar die ondernemer om te oriënteren. En zij hebben een rapportage uitgebracht waarmee die meneer allemaal bezig was. Gascilinders schoon langs de weg en dergelijke. En op 11 april 2022... kreeg die ondernemer een aanmaning van de bewaarder van de bouwwet, het ministerie van OW, om zeg maar niet te bouwen zonder bouwvergunning. Ja, ik denk van dat die ondernemer was gestart met de bouwwerkzaamheden. Nadat hij was gestart, zijn we 2 weken op de hoogte gesteld van dat dat daar gaande was. En OW heeft op 11 april vorig jaar hem een schrijven gericht. En die aanmaning is via het commissariaat gegaan naar die ondernemer om te stoppen. Mendelzoon zegt niet op de hoogte te zijn van de regels die gelden voor de gebieden rondom het Stuwmeer en zou daar graag duidelijkheid over willen. Misschien waren er regels toen, maar wij van het commissariaat vragen, want dat zouden wij dan ook aangeven in die vergadering van maandag aanstaande. Om zaken zwart op wit te zien. Wat zijn de regels concreet met betrekking tot het waarborgen van de veiligheid van de dam? Tot laatst heb ik mogen vernemen, nadat de onderhoudsweg, een deel daarvan, was afgekalfd, ja, heb ik contact opgenomen met verantwoordelijken van het bedrijf. En daarin, in hun reactie, heb ik begrepen van dat gezien de berichten die circuleerden via FB en de andere berichten, van dat we niet hoefden te vrezen voor de integriteit van de dam. Die app is naar mij gestuurd. Dus dan ben je hier als DC en je neemt aan van dat alles goed gaat. Maar om terug te komen op jouw vraag, als er niet eerst toestemming zou worden gevraagd van Staatsolie, Dat zou een optie moeten zijn. En daarom zeg ik van, wat zijn de regels concreet?